thank you Van de nieuwste productie, jongste productie van uh, informatie, actueel info-app. Nogmaals, welkom erbij. In deze aflevering laten wij u zien hoe de fractieleider van de NDP, de heer Amsaad Abdul, via de SRS in simpele, eenvoudige woorden de gedachte, achter de wijziging, of althans de gedachte achter zijn initiatief om de wet op de staatsschuld te wijzigen, heeft uitgelegd. U weet dat de discussie hierover in alle hevigheid gevoerd wordt. Eerder maakte president DC Bouters, ook via de SRS, de volgende opmerking hierover. Een aantal maanden geleden, aparte dat die John putekka bij de Gerrit en Pavel, van 28 en 30, zeiden... allemaal amma binda, mabingi sikaka kondere... ...bijna de NDP'ers begon te Ik dacht, rustig, rustig, wat ik de indoe, indoe. En nu de meisje jongen... ...hé, wat je ook doet, deze beweging is niet te stoppen. Dus het is natuurlijk een loze aanval... Ze mogen oppleegd tapa, tabergeren, no een no, politieke stunt. En uh, ze mogen natuurlijk, maar het gaat geen, uh, geen solaas bieden. Maar ze zeggen de, de, de wet is de, daar en je mag die wet de, de zaak niet overschrijden. Ja, die wet, de wet is daar en uh, u interpreteert de wet en ander interpreteert de wet. Dus uh, ...er zijn drie interpretaties... ...zegt men, maar wij zeggen... ...dit is de interpretatie... ...en daaruit gaande is er niks aan de hand... ...natuurlijk, men begrijp de manier. ...want inderdaad is meneer uh, hoofd dat weer voor een lening... ...en de mensen denken dat... Uh, ...ja... Uh, ...lenen... ...het is bijzonder... ...het is heel bijzonder belangrijk... ...dat je met de leningen... Uh, ...je zaken concentreert... ...om... Um, ...een beter overzicht te hebben... Maar daarom boven om de productie op gang te komen, om in tijd steeds minder te lenen. Uh, dus je moet lenen. Eigenlijk, je mag jezelf af. Menen kon er zijn lening. Althans, derde wereldlanden. Je moet, je moet, je moet. En uh, er moet controle zijn, het moet duidelijk zijn dat je uh, overzicht moet doen. Want stappenplan D, te uiten kaal lening. ...dat we aangeven in welke fases wij uh, het einde kunnen aankondigen van zo'n lening... ...en wat dan ondertussen daarmee gebeurd is. Dus we uh, uh, hebben de lening genomen om, uh, laten we zeggen, om, om de highway te maken, 235 miljoen. Eén Babari, één Yugo Yugo enzovoorts. Maar je kunt aangeven, straks staat uh, de highway daar. De highway diende, dient de productie. Het gaat een enorme meerwaarde zijn voor de productie. Het gaat een enorme meerwaarde zijn straks voor, uh, voor werkgelegenheid, voor ontsluiten van het land. Maar natuurlijk, uh, in het de manier denk ik dat hij ja, lief is als je Arche, natuurlijk. Dan je zeggen, oh, hoe, hoe, hoe langer dit het en hoe meer dit het herhaalt dan uh, ja wel lend maar wel lend maar wel len niet wel len niet maar een broodje we wel len niet maar een score we wel len niet een studenten onderkomen uh, we wel len niet een fabriek en bouw wel len niet een productieveld en dus het gaat om het de mijn focus stappen so, len uh, niet we hebben dat ik luxe udoen aan niet zou niet en daar en daarom boven we creëren een stuk we creëren een PC uh, als van economische activiteit. Je kies wel een vertrouwen. man is Lende, maar hij -hmm. is Maar laatst weer de man met de man bank was na herdiscussie. Je hebt je maar dan breng je de volgende regering dan in ernstige problemen. Nee, maar wij weten wat we doen wanneer we in de regering komen. We weten wat we straks weer gaan doen. Toch? Alles de president, zoals eerder gezegd in het programma, laten, of brengen wij u nu de heer Amsterdam Abdul. Want op donderdag 24 oktober trad hij ook op via de SRS. En zei het volgende tegen het luisterend publiek: Leningenplafond na eigenlijk een uh, maximum. Sa regering mag leen volgens ou wet dat dus dus naalje liening... komt dat precies omeni ja. en het bedrag dat je bepaalt naar de BBP... Saar... ...ABS heeft bepaald. Nou, maar Maximum Grens, hij demandeert binnenlands... ...dus dat naar de bank heeft... Uh, ...in het de financiële instellingen... ...ik kan alleen een bepaald percentage... ...voor ABBP en een bruto binnenlands product... ...makkelijk, heel makkelijk gezegd... na, money we, uh, na de money zou je verdienen... ...in het herkonderen... ...naar de grens, die voel je buitenlandse kapitaalmarkt ook toe ...dat na buitenlandse obligo-plafond... ...en samen de grens... ...de totale grens... die. je kunnen... A totale obligo plafond. Maar zijn is een grens, precies. Zijn uh. is okay. hoogte voor de vo plafond? Een grens voor binnenlandse obligo plafond dat naar 25% voor BBP. En een grens voor het buitenlandse obligo plafond dat naar 35% voor BBP. BBP. Ja. Dus totaal, hoe uh -huh. mag. Lennie 60% voor de BBP. En Sanchara heeft een hele discussie die Dus een discussie. Dat we baka bakken in het 2011. In het jaren 2011. De regering bood een pas, pas aan de macht. Kon de en de man die nu aan wet in. Voor wijzig zich obligo plafond. Zijder. Het eerste obligo plafond is 15% voor de ...BBP, Binnenlandse Obligo Plafond... 45%... ...voor het buitenlandse. De man die hier loopt... ...hoe hij aan Binnenlandse Obligo Plafond... Kong ...kring... ...Gona 25. Maar aan de andere kant... ...hoe hij het Buitenlandse Obligo ...kan... Uh, ...hoe zeg je ...naar beneden halen... ...naar 35%... ...waarbij... ...het totaal Obligo Plafond... ...tang 60%. Dus het totaal... Nofarander, agrens no verander. Sanne appi stoort dat ie. Sabem sa, sa, sa inattendate. Damolisi uit Awet fo 12 Januarie 2011 klif. En dis na geskiedenis en den's ma mo sab ageskiedenis ook toe want dat belangrik faallyk. Uh, uh, in a memory fo tout lerting eh eh in eh van uh, de wet van eh uh, 12 Januarie 2011 houdende wijziging wet op de staatskuld. Drapis Grievi. Naar aanleiding van de informatie vervat in het derde kwartaal verslag van het Bureau voor de Staatsschuld van november 2010 is geconstateerd dat het wettelijk obligo plafond van de Bureau Binnenlandse Staatsschuld is overschreden. Suma constateer as dan dat Ano you Anomi Aan een politieke partij, aan een fes b, een VSB, aan C47, een CLO, aan een maatschappelijke organisatie. A een bureau. Zal je belast. na aan registratie, afwerking, verwerking. Alla voor een staatsschuld. een bureau dat die. Taki. A plafond overschrijft. Door. De voormalige, toenmalige minister, minister Hildenberg. En dat staat vast in zwart, de zwart, zwart, op, zwart op, wit. op wit. Zwart op wit staat dat vast in de memorie van toelichting van de wet 12 januari 2011. Dus eigenlijk zou Hildenberg dus sorry met alle respect voor de doden, want oh, de mens is, al, is lawe, 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 respect la, daar. Zeggen, en zeggen in wie ze zou dan de vervolging moeten worden ingezet. Precies. Precies, de vervolging zou worden ingezet. Mm -hmm. Maar natuurlijk moet je zeggen een heel proces en dergelijke, maar oké. Okay. Ik rabatori. A van bij 3. Een binnenlandse plafond bij 3. En dat heeft niemand minder dan bureau staatsschuld geconstateerd. Mm. Verder, in een memorie voor een wet van 12 januari 2011, schreef En ik ga het u hier voorhouden. Vanwege de recent 2011, praten we, hè? we zijn acht jaar verder. Vanwege de recente ontwikkelingen die Suriname doormaakt en de ervaring in de uitvoering van de wet op de staatsschuld, SB 2002 nummer 27, zijn er mankels geconstateerd waardoor een grondige, verdere revisie, een grondige verdere revisie van deze wet binnen twee jaren noodzakelijk is 2011, Demam ben konstater ikk dat Awet Neroko. 2010, Demam ben konstater dat tydens minister Hildermerg a obligo plafon be overskriikba. 2011 inobé abnoan voorshieding trafo shining die regering. 2011 den Torija bem sakba. Mhm. Mm Toch dat na een geschiedenis voor een eerste wijziging per utaki van het binnenlandse obligo-plafond moet naar boven opgetrokken en het buitenlandse naar beneden. Maar het totale obligo-plafond moest dan 60% voor ABBP. Waarom is dit punt belangrijk voor jou of zou het belangrijk moeten zijn voor ons in deze discussie? Op een belangrijk, vaarlijk, omdat mijn dieno initiatief initiatiefvoorstel in, te met dat de strafmaatregelen, moppo, omdat de strafmaatregelen no one nut moren. Tenminste, het te doel van de wet wet, dat de strafmaatregelen noap no one nut, het functioneert niet. Het heeft geen nut in het uh, realiseren van het doel dat de wet op zich nastreeft. Daarom als strafmaatregel moet moppen. En eigenlijk in 2011 wens ik dat dat zou neergekomen als een moppen. En te meer niet, te meer niet. Omdat u moet weten dat een minister, want minister nee, niet in wan minister negol leni football e oso football wan wagi fu do den sandat wan minister e leni fu finansier fu finansir aboleit sa araat fa ministerskur gut aboleit sa de vervat en wan begroting aboleit sa sin kong gi a 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 ...voor financiën aan beleid dat hij... ...dus in ieder kan je dat... ...omdat een minister alleen money... ...toch... ...een overschrijd aan overlegelijke plafond... ...dat de minister moest Hij heeft geen misbruik gemaakt van staatsmiddelen. Hij heeft gewoon uitvoering gegeven... ...aan het beleid van de overheid... ...dat goedgekeurd is... ...dat gesanctioneerd is... ...door de Nationale Assemblée. En laten we dat ook vasthouden. En goed ook vasthouden. Ja, want ik hoor uh, mensen zeggen... uh die Abdul en die NDP fraksie doen altes aan vo zorguta hoef dit nog as strafu me conta pa pendat latercliff mamotaighi mm. aminister fur finansien no a Verdediging of bescherming van nodig. Simpelweg omdat de wet nooit over. De wet is niet overtreden. En laat me dat duidelijk nog eens laten vastleggen. De wet is niet overtreden, omdat de Nationale Assemblee op verschillende momenten bij elkaar is gekomen en verschillende wetten heeft goedgekeurd om te voorkomen dat er een overtreding van de wet plaatsvindt. En dat moet de, moet, moet de luisteraar ook vasthouden. Ik hoor dat boom want moet verteren mo absoluut dan bakadati. Saifsa sabaka a dati. Bakka a dati, dat we zien dat na 4, 5 jaar komen we in een crisis terecht. Toen we in de crisis waren van 15, 16, vanwege de daling van de prijzen van goud en aardolie, dan weten we dat voor financier kapitaal uitgaven naar de overheidsinvesteringen. Abif. Dat is normaal. Dat doen alle landen in de wereld. Zelfs de rijkste, de meest ontwikkelde landen als Japan, lenen. Japan heeft een schuldratio op de BBP van meer dan 200%. Toch heeft de man geweldig, ze zeiden de man bij af. En de man bjaring kom, moro procent 40, 50%. Maar ook hier, ze zijn ontwikkeld, ze hebben geliend, ze hebben een eigen beleid. Al dat soort van zaken. Ik geef maar aan dat hun schuldratio op BBP... Meer dan 200% is dat nu toe. Maar hoor dat. U kon in crisis... crisis 2015, 2016, twee heel 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 zware jaren. Laten we even eerlijk zijn. Maar de regering nog give up. De regering financier de overheidsuitgaven, nanga, externe financiering, zaken die eigenlijk een spin-off-effect hebben. Een spin-off effect hebben om de verdiencapaciteit van het land te vergroten, om de terugbetaalcapaciteit van het land te vergroten. En toen, u tori en u kong, u kong na ngawa wet, tab 3 februari 2017. En omdat u zegt dat ik de tijd heb, dan wil ik even die drie artikelen, als het kan, Cliff. Ik wil dit lezen zodat ze begrijpen en dan ga ze uitleggen ook. Okay. En omkennel kan ook erop inkomen Sabi Evans and de Samo nou lag uit boom of je nog verstaan dat Cliff Kong in dat mo lag in Bacca Earth. En artikel 3 van de voorziening die is getroffen op 3 februari 2017 wordt daar er gezegd. Artikel 3A lid 1. In een periode van negatieve groei van het nominaal bruto binnenlands product Of stijging van de wisselkoers waardoor de staatsschuld ten opzichte van het bruto binnenlands product het obligo-plafond zoals bedoeld in artikel 3 de leden 1, 2 en 4 overschrijft, vanaf het eerste jaar waarin dit het geval is, tot en met het jaar waarin de staatsschuld ten opzichte van het bruto binnenlands product wederom onder Het uittredelik vastgestelde niveau kom te liggen is bepaalde in de leden 2 en 3 van dit artikel van toepassing. En sa alle twee etakki, sa alle et twee etakki dus den de de de, de, de Jawataki omdat obende uwankrisis obe apon negatieve economische groei akous ben stieg dat yo abifaar der den lening sa utek na US dollar na euro tapwan trakus en automatisch as schuld is stieg. Ja, toch, als je een koers hebt van bijvoorbeeld, geef maar een voorbeeld: 10 miljoen US en je waardeert het tegen een koers van 4, dan kom je op 40 miljoen. Maar je waardeert het tegen een koers van 8, dan kom je op 80 US. En de koers is gestegen vanwege de crisis, vanwege het feit dat we hebben instroom voor US naar euro een prijs voor olie naar goud, dalen, dat we hebben dat. Dus hier, in een situatie, bij een het plafond, tenminste als staatsschuld, ik ga morgen vanwege de situatie ja, dat de volgende sanie eteri ik kon dat telling, gelden de volgende leden. En wat zegt de volgende, het volgende lid? Voor de overschrijding zoals bedoeld in lid 1, wordt geacht goedkeuring te zijn verleend conform artikel 3 lid 5. En artikel 3 lid 5, hoe al wet het dat... Molisa artikel, ik ga ze vertellen waarom ik, ik het heb. Ik hoop niet dat het technisch wordt. Nee, no, nee, no, nee, no, nee. No, no. Kohorend dan, Sani, vrij. Mm. Artikel 3, lid 5 is taki: dat a obligo plafond mag treden over. Het mag overschreden worden. Bij wet. Dus met toestemming van de Nationale Assemblée. Hier zegt dus de Nationale Assemblée: voor een periode van crisis en of wisselkoersstijging en of. Wordt er goedkeuring verleend voor de overschrijding voor een periode totdat we terug zijn onder. Wat verzet daaronder? De Nationale Assemblée, Ittaqui, Brada, voor alle overschrijdingen zijn er goedkeuring totdat we terug zijn. Maar daarnaast zegt de Assemblée ook in lid 3 van. We gaan je een paar beperkingen leggen en dat is je moet je begroting indienen met een tekort van 6,5% het eerste jaar, met 5% het tweede jaar, met uh, 5% het derde jaar zo so on. Maar voor de overschrijding is bij wet van 3 februari van het obligo 2017 goedkeuring verleend door de Nationale Assemblée, hoogste college van staat. Sapsanoe! De small wiki want to small wiki. One day, oh! Minister Hoefdraad heeft het obligo-plafond overschreden. De maatschappij van gaat PG. PG, de wet op de staatsschuld is overtreden. PG, ik kom in. Richt schrijven. De wet is niet overtreden. Na de goedkeuring van 3 februari 2017... Dus 2017 ookurach werd 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 goed. 2017s maar klagers aan nie aan. PG tak, dat het nie is. Is niet 2017, jari, waan waan nie oorskryde. Bakka 2017 waar jaarie bakka want ter aparte ekon hoor ons her 'n lopre-presentasie knappe manne die ander TV-erksein geweesd. Analises van syfers, waar losannie die man presenteer perskonferensie, interviews aan journaliste, de man takkie Obligo van overschreden. Minister moet worden opges opgesloten. PG ik kom bakken in. Zat PG takkie? Ja. Na de hele periode hoor. Obligo is niet overschreden. En daarna. En daarna zegt mevrouw Nuis. Uh, of althans de partij Stree. Uh, op 6 januari. Daar praat je over toch? Op 6 januari. Zegt, zegt ja. drie, dat de PG onbekwaam is. Precies, en dat is in 2019. Ja. Wel, dan komt er een derde aanklacht. Acht maanden voor de verkiezingen en een periode waarbij de economie nu weer vanaf 2017 begint te groeien met 1,8 procent, 2019 met 2,4 procent, 2018 met procent. 2019, met een prognose van hoger dan 3%. In een periode waarbij de monetaire reserve gestegen is naar meer dan 740 miljoen US. Bijna 100 miljoen meer dan wat de New Front voor ons had achtergelaten. Met een importdekking van 5,2 maanden. 2019, waarbij de inflatie flink, flink, flink gedaald is. En dit is aan sansa dit is de sansa met Dit naar de cijfers die men kan checken. Acht maanden voor de verkiezing komt een ja, man draagt de tovenaar en hij tovert en hij zegt weer dat Gilmour, de minister van Financiën Hoefdraad, de wet heeft overtreden. En richt weer een schrijven naar de procureur-generaal. Wel, ik ben benieuwd van wat het antwoord van de procureur-generaal zal zijn. Natuurlijk uitgaande van het feit dat hetzelfde periode of al dezelfde periode. Al, is ondershocht, ja. dan verwacht VIP. je geen aantal ant antwoord. <coughs> Via pief, Abdul kwalijk genomen dat Abdul begint takik batak. Uh, hij begrijpt niet dat er een sprake is van scheiding der machten. Want hij begint nu reeds te zeggen: de uitspraak zal uh, niet verschillen van wat we daarvoor hebben gehad. Precies, maar is het niet een logische conclusie die je kan trekken nadat je dat hele proces hebt gevolgd? Is een logische conclusie die je kan trekken tot alle Libysmassa? massa? Ik denk je logisch. Toch kan ik een conclusie trekken dat zijn antwoord is oh of ze antwoord moest zijn? Ik kan geen enkele andere logische uh, conclusie uh, uh, trekken. Morrow weet, Cliff, en de man met omdat DNA-leden de klacht hebben ingediend, hoor, neem ik ze echt kwalijk. Morro weet. Ik heb gezegd dat in 2019, dat is recent, bij de behandeling van de begroting van 2019, wat aantal leden hadden een amendement in.

En ik kan wijziglijk parlement. We wij wezen al wet. Dat en Isabi, wij hebben altijd de begroting gewijzigd. Nu verontdeed dat nooit. Ze namen het gewoon aan wat ze daar kregen. Geen cijfer gingen ze wijzigen. Maar wij wijzigen het fundamenteel. Wij praten erover. We discussiëren erover. Dus wij hebben een amendement ingediend. En? En in dat amendement staat. Na artikel 2, en u kunt ook de publicatie van de begroting nagaan, want daarin staat het ook. Na artikel 1, en artikel 1, na alle dingen van begroting: je hebt de inkomsten, je hebt de uitgaven, je hebt de beleidsmaatregelen. Dat. Na artikel 1 wordt een nieuw artikel 1a toegevoegd, luidende als volgt: In verband met de financiering van de in artikel 1 genoemde projecten. Van de in artikel 1 genoemde projecten is het bepaalde in artikel 3a samelisie net net van de wet op staatsschuld... van toepassing. Dus, ik van liebes mag konida amau go, amau Artikel 3a baka voor een staatsschuld... en amau leesja sand dat baka. En in artikel dat die econforele 2 voor, les twee, voor Bakka voor de overschrijding zoals bedoeld in lid 1 wordt geacht goedkeuring te zijn verleend conform artikel 3 lid 5. Wanneer is dan het obligo plafond overschreden? Wanneer heeft dan de minister het obligo plafond overschreden? Als je in 2017 hem bij wet goedkeuring verleent, als je in 2019 recent hem bij wet weer goedkeuring verleent voor de overschrijding. Het Hoogste College van Staat verleent aan de minister de goedkeuring voor de overschrijding van de wet. Wanneer heeft dan de minister de wet overtreden? En welk lid van de wet? Dat moeten ze me ook komen vertellen. Dus te die den dat, da jo Sana, sana atori dan, dat de man mandi Sana atori. De man kong, de man taigi, hij heeft het obligo plafond weggehaald. Nergens in dat concept van mij wordt er gesproken over de obligo plafond. Is dat, ab, Abraza, a eerste lid voor, voor a concept me etaki, A eerste lid voor a concept me etaki. In afwijking van het bepaalde in artikel 3 de leden 1 tot en met 4 en overeenkomstig artikel 3 lid 5 op de wet op staatsschuld wordt de minister van Financiën gemachtigd om met overschrijding van de daarin gestelde maxima van het obligo plafond financieringsmiddelen aan te trekken op de binnenlandse en buitenlandse geld- en kapitaalmarkten en daar is er weer een stukje ter financiering van het bij wet goedgekeurde begrotingstekort in het betreffend jaar. Ik vind TV behandelen we een begroting, Lik Assemblee. TV tak abra de begroting. Dan vind ik dat als lid van de Nationale Assemblée, als volksvertegenwoordiger, je leest die abegroting. andersom meneer Sloten. De man moet lezen abegroting. De man moet sabisa de man keur in. En precies daarom, omdat de man fihapisa die in is aan dat kan de, de man ook lezen amendement. Kan de, de man op ben, dat drape te op een keur abegroting goed. Maar im sabisa de keur goed. Dus met tekja, te ookker wan begroting goed en yekker wan begroting goed nanga wan tekort, dan te die regering amoulikheid ja voor finansier at tekort dat die. Dus no, so in omker wan begroting goed nanga wan tekort. een koro een begroting... goed naar een begrotingsevenwicht... waar je inkomsten en je uitgaven gelijk zijn. Want je wil de overheid de gelegenheid niet geven... of de mogelijkheid niet geven om te lenen. Maar als je een begroting goedkeurt... op basis van een tekort... dan moet je guts hebben als parlement... dan moet je guts hebben als en vertegenwoordiger en zeg van regering... dit mag je ook financieren. En naar eigen inzichten financieren. Omdat ik vind dat je mag bepalen... waar je goedkope financiering gaat halen. Binnenland of buitenland. En het moment waarop je die financiering nodig hebt... dat is van belang... Maar je moet het gebruiken voor financiering van zaken in de begroting. Amsat Abdul stond ook stil bij de rol van de VES, de Vereniging van Economisten in Suriname, die door de PG is gevraagd om advies uit te brengen in deze case. What? VES. De heeft al een uitgesproken mening. Een gekleurde mening. De secretaris of de minister Amanende. Aman Taku. somensani Sani. heeft een, gewoon een gekleurde mening. Debi Hoe? Ja, persat, Meneer Debi Hoe kan je dan met een mening, met een advies vragen van een organisatie die al eerder heeft geventileerd. Hoe hij denkt en wat hij vindt en, en, en zijn lijn heeft bekend? Ik begrijp dat niet. Is. Ik begrijp dat niet. Als ik. Als ik objectieve, uh, 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 tenminste adviezen nodig had. Dan heb ik naar het stichting planbureau. Ik naar de rekenkamer. Ik ben naar het uh, bureau staatsschuld. En ik moet actie ma, Omdat dat naar de instituut staat inhouden. Maar Sam, maar naar Als ik een moord heb gepleegd op iemand. Dan ga je mijn tante vragen. Van, hey, sam, zat er wel mijn tante in blakken met Alassé? Hmm. Aan ja. de ja. kant toch? Tuurlijk niet. Ano ja. Kang dus dat is naar mijn inzien, hoor. Ano dat mijn in werkwijze voor PG, maar Assan duidelijk. asan, Asana. Zette asan, asan dat casa. Fata Oké, okay, maar je hebt het ook, is overduidelijk. Je hebt ook geen begrip voor het feit dat die uh, internationale organisaties aangeschreven zijn voor wat hier gebeurt. Dus dat naast en dat bodde als tweede punt op Sambi Bokoncliff. Acht maanden nadat je de geschiedenis kent van de ontwikkeling van de wetten rondom de staatsschuld, acht maanden voor de verkiezing, waar we bezig zijn zoveel ontwikkelingsprojecten uit te voeren, dient men een klacht in. Het onderzoek is nog niet eens afgerond. De PG is nog begonnen met het onderzoek. Ik kom niet aan het recht van de VHP om een klacht in te dienen. We wonen in een democratisch land. Ze mogen hun klacht indienen. Ik heb ook een recht. Als assemblelid om het initiatiefvoorstel in te dienen. En ik heb ook gebruik gemaakt van dat recht. Maar toen ik het concept van mij heb ingediend, isabi, de aspel. man. Acht maanden voor de verkiezing. Je wil de regering in discrediet brengen. Je wil de minister van Financiën in discrediet brengen. Maar wat ik nooit had verwacht, is dat een politieke partij, Surinamers, dit land konden bekladden in het buitenland. Zonder dat het onderzoeksresultaat daar is. Je schrijft internationale organisaties dat de man, dat een man mag lenen, dat alleen in een plafond overschrijven, zodat so de internationale organisaties niet Monina naar jou Dat is de intentie. Ik zie niets anders daaraan. Dat is de intentie. Als ik het verkeerd inzie, dan hoor ik dat heel graag. Maar... Deze kleine hersenen dat aan me hebben zeggen aan van er kan geen enkel andere intentie daarachter geweest zijn dan dat je de zaak wil saboteren. En je moet je doodschamen want er wordt geleend leiding te zetten voor de mensen van het binnenland die nooit in hun leven water uit de kraan hebben zien stromen. Er wordt stroom gezet voor die mensen van het binnenland wiens kinderen daar studeren met een kogelampoe die nu gewoon onder, onder een licht, onder, 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 onder een, 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 een dingen verder kunnen studeren. Er worden straten geasfalteerd waarvan mensen gebruik maken om hun goederen te vervoeren. Er worden bruggen gebouwd die het leven van mensen makkelijker maken. Er worden poliklinieken gebouwd met die leningen die eigenlijk het gezondheidszorgdeesraad het beddenhuis van AZ wordt gerenoveerd. Studentenflat daar wordt gebouwd. Allemaal ontwikkelingsfinanciering. Allemaal financiering voor ontwikkelingsprojecten. Dat je go saboteerde in Zanda. Dajekari schreef in Surinamer. Mevrouw Jesser, die is er ook bij. Uh, ja. En ze heeft een paar crisisvragen. Zie ik. Misschien kunt die noteren. Dan gaan we daar naar de, naar de, naar de bellers. Uh, Vrouw Jazreun zegt, sinds wanneer bent u meneer Abdul in dienst van het Openbaar Ministerie en wel in functie van PG? Het leek wel alsof hij het onderzoek dat gedaan moet worden helpt en hier verslag doet. Dat is 1. 2. Als het plafond niet is overschreden, waarom het initiatief ter wijziging waarbij het plafond uit de wet gehaald wordt en wel twee dagen na de klacht bij de PG? 3. Waarom moet de strafbepaling uit de wet? Meneer Abdul, waarom stelt u niet voor om in het wetboek van strafrecht de sanctie op moord te verwijderen? Heeft u begrepen wat het doel is van een strafbepaling in een wet? En vier, dat hele bergvingertje wezen is onbegrijpelijk en disrespectvol. Was er een strafklacht? Had de PIG aan die gevraagd een straf op te leggen? Ja, ten eerste, ik ben de PG niet. De PG doet zijn werk. Ik ben lid van de Nationale Assemblée sinds 2010. Ik heb gewerkt aan de wijzigingen van de verschillende wetten. Ik weet wat ik heb goedgekeurd omdat ik aan de goedkeuring ben meegestemd. Ik weet wat er in de wet staat omdat ik lees. En meneer Taxani, ik heb een uitgesproken mening en ik heb hier gedocumenteerd aangegeven hoe dat proces tot het vaststellen van de verschillende wetten heeft plaatsgevonden en wat de afgelopen tijd heeft. Plaatsgevonden ten aanzien van de staatsschuld. Dus laat de PG zijn werk doen. Ik heb alleen aangekaart dat de PG twee keren heeft gezegd dat de wet niet is overtreden. En over een periode die al is onderzocht. Dus laat de PG, als de PG uh, zijn werk wil doen, hoe hij zijn werk wil doen, dat is de dus PG. Ik kom er absoluut niet aan. Ik geef gewoon mijn mening, wat ook het democratisch recht van mij is als burger van het land. En ik maak gebruik van een recht die ik als volksvertegenwoordiger heb in de Nationale Assemblée. Indien mevrouw Jesseren ooit, als dat gebeurt, ooit gekozen wordt als lid van de nationale assemblee, dan mag zij ook haar deel doen. Maar voor dit moment maak ik gebruik van de rechten die mij toekomt vanwege de grondwet. En niemand komt daaraan, ook mevrouw Jesseren niet. Laat dat duidelijk zijn. Uh, ten tweede, twee dagen na uh, de aanklacht... Uh, van, de, van de PG dat ik met een uh, wetswijziging kom. Uh, misschien heeft ze me niet kunnen volgen, maar ik heb een uh, hele uh, beschrijving gegeven van de ontwikkeling van de wet en wat we allemaal in de Nationale Assemblee hebben gedaan. En mevrouw Jesrun, uh, kunt u me dan ook leggen waarom acht maanden voor de verkiezing de VHP een periode laat onderzoeken? Want u bent burger en u velt alles kritisch en u bent ook leider van. Een groepje, een paar mensen. In elk geval, uh, ja, uh, kunt u dan aangeven waarom precies acht maanden voor de verkiezingen een klacht wordt ingediend over een periode waarover de PG al een uitspraak heeft gedaan. Dus als u me daarop antwoord gaat geven... dan ga ik u ook uh, antwoorden op waarom twee dagen erna. Twee dagen erna is zelfs te veel. Ik zou op dezelfde dag een initiatiefvoorstel mogen indienen. Omdat dat mijn recht is. Vanaf het moment dat ik gekozen ben, beëdigd ben... en een belofte heb afgelegd in de Nationale Assemblee... om voor het volk te gaan werken. Dus houdt u dat in mind, mevrouw Jesseren. Dus wanneer u vingertje naar me wijst... Zegt van meneer Abdul, moet dit weten en dat weten. Meneer Abdul maakt letterlijk gebruik van de grondrechten waarover u zoveel praat in de verschillende interviews, toch? Die hem toekomt. En als u over drie rechten praat, dan zou ik ook aannemen dat u begrijpt dat die rechten niet voorbehouden zijn aan u alleen. Het zijn rechten van alle Surinamers. Ben ik aan het recht gekomen van de VHP toen ze een klacht zijn ingaan indienen? Nee, toch? ze hebben gebruik gemaakt van het recht. Ik heb gebruik gemaakt van het recht. En het is goed dat wanneer u deze zaken naar voren begreep, brengt, dat u begrijpt hoe de democratie werkt en wat democratie inhoudt. Want dan gaat u het proces veel beter begrijpen. En het andere ten aanzien van de strafbepaling. Ik heb al aangegeven van dat het nooit heeft gewerkt. En dat de strafbepaling nooit heeft kunnen waarborgen. Dat het doel die de wet uh, streeft en beoogt dat dat doel uh, tenminste gerealiseerd wordt. En wanneer je ziet dat zaken constant misbruikt worden en zelfs in het nadeel van het land uh, werken. Want wat de VHP nu heeft gedaan is gewoon anationalistisch. Geen enkel Suriname zou dat doen. Ik weet niet of u dat zou doen, zou wel kunnen, maar geen enkel Suriname zou dat doen. Dus daarom ook de strafbepalingen eruit. Dank u wel, Cliff. Aldus Amzat Abdul, de fractieleider van de NDP. We hebben gemeend om u ook deze presentatie niet te onthouden, gelet op het belang van dit vraagstuk. En zeker ook omdat we van mening zijn dat u de zaak zo goed als mogelijk moet proberen te begrijpen. Tot zover informatie, actueel info hebt, we zijn er heel spoedig bij u terug. Goedenavond.